welkom bij weer een nieuwe vlog. Mocht jullie nog niet geabonneerd zijn, doe het dan zeker nu eerst voor jullie verder kijken. Ik ben vandaag... Ik ben niks. Ik ga vandaag naar mijn nagels. Ik ga zo vertrekken. Oh, the house is a mess, as you can see. Maar wij vertrekken over 3 dagen naar Italië, Sam en ik. We gaan op Vespa-trip. Normaal gingen Celine en ik mee. Maar met de zwangerschap gaan ze niet mee. Dus Sam en ik gaan alleen met ons 2 keer romantisch naar Italië. Kijk, gezellig. Dus ik moet nog keiveel doen ervoor. En daarom is het hier echt een mes. Maar oké, ik ga vertrekken naar Celine. En dan gaan we naar de nagels. Dit zijn mijn nagels nu. Redelijk uitgegroeid. En ik denk dat ik voor rood ga, want rood is denk ik wel mooi in Italië. Dus ja, zo denk ik. Hey! Yeah. Man, you know I'm running around my city with a pocket full of weight. I gotta take it back and think about the weight, man. Wij zijn terug. Wij zijn terug van bij de nagels. Yes. Ik heb rood gekozen, zoals ik zei. Want ze zijn kort. Woehoe, kei mooi. We gaan bij Harper's Beauty and Nails, want nog veel mensen vragen dat altijd. Maar ik zal al de info hieronder zetten. Wat heb jij gekozen? Iets mauve pink-achtig. Ja. Het is mooi. Wel echt mooi. Ik denk dat ik die kleur volgende keer neem. Lapen. Ja, maar ja, voor in Italië dacht ik, dan doe ik zoiets rood spicy, of zo. Ja, spicy. Ja. We gaan nu eten bij paal 26. Yummy. Fast on the beat, more mind than a fucking monster. Running through the field, switching lanes like it's Contra. Ondertussen ben ik hier. Met de fam. Yo. De sister. Hey. Lukt het met haar examens? Ja. Ja? Ja. Heb je al 1 moeten doen eigenlijk? Nee, hè? Maandag. Ja, ja. En wat moet je maandag doen? Informatietechnologie. Zo interessant. Amai, wauw. Ik ga hier eten, Sam komt ook saus naar hier. We gaan hier eten en dan zijn we off to the gym na het eten. Ik denk dat mama pasta gaat maken, dus daar heb ik wel zin in. Het eten is klaar, yummy. Smakelijk. Zou je een fitnessje doen? Ja, hierna. Nagerechtje, lactosevrije. Wat is dat, mama? Mascarpone. Met lactosevrije melk en slagroom gemaakt. Slagroom. Mama is zich ingeschreven komen eten. Ja. Surprise. Echt? Surprise. Mama gaat meedoen aan komen eten. Alleen goed. En de camera staat niet scherp. Het is ondertussen 7:50. Wij zijn thuis. Sam is een kattenbak aan het leegmaken. Is het leuk? Ja, leuk ja. Fijn werkje. Ja. We gaan ons klaarmaken en dan gaan we de fitness vertrekken. Dus let's go. Heb je er zin in? Ik heb er zin in. Ik heb er ook wel zin in eigenlijk. Ik heb wel een beetje buikpijn. Maar het zal wel lukken. Ja, ja. Dus we gaan ons best doen. Kijk, ik ga jullie vandaag meenemen naar de gym met een voice-over. En ik ga jullie 3 oefeningen laten zien die super goed zijn voor beginners om je armen te trainen. Zelf gebruik ik lichte gewichtjes omdat ik niet zoveel armspieren heb, as you can see. Als eerste doe ik voor hoe dat het niet moet. Je moet je gewicht niet gooien naar je arm, want dat is slecht voor je armspieren. Maar je moet meer een gecontroleerde beweging doen. Rustig aan en op het einde je pink een beetje naar binnen draaien, zodat je bicep heel tijd aangespannen is. Zorg dat je je arm niet laat hangen als je beneden bent, maar hou de spanning. Uw neergaande beweging is vaak belangrijker als naar boven, want je moet goed de spanning erin houden. De volgende oefening is eigenlijk hetzelfde principe, dezelfde dingen waar je op moet letten. Alleen gaan we nu met 2 handen werken aan een cable machine. Dus dan stelt je je gewicht in, niet te zwaar beginnen in het begin.
Weer de spanning goed in de armen houden en er ook op letten dat je rug goed recht is, dat je niet voorover gaat leunen, want dan gaat je pijn krijgen aan je bovenrug. Bij oefening 3 mocht je misschien iets zwaarder nemen in gewicht omdat je arm ondersteund wordt. Hier ook weer niet laten hangen, houd de spanning. En op het einde, als je boven bent, de pink een beetje naar binnen draaien, zodat je de bicep extra aanspant. Ik ben terug van de fitness. Back. Ja, Sam's making a shaky. Shaky, shaky. Ziet er trouwens keigoed uit. Huh? Ik zie je abs hier. Oh nee, is dat vet. Dat is geen vet. Echt zo keihard abs, kijk. Allee, stop. Dat is mijn vet. Oh. Ik voel me niet zo heel goed aan, Marcus. Ik heb buikpijn. En ik denk dat ik dat echt een lie is dat ik lactose-intolerant ben. En ja. Ik denk dat ik gluten-intolerant ben. Dat zou echt nog wel eens kunnen. Ik denk dat echt, ik heb pasta gegeten bij mama en papa. Buikpijn dat ik heb. Nog altijd, mijn buik is ook, ik weet niet of jullie het zo gaan zien, maar kijk, mijn buik is echt zo opgeblazen. Normaal is die, oh, ik kan die zelfs niet intrekken. Ja, dat moet je ook niet doen, hè. Maar ja, dus ja. Maar oké, dat gaan we uitzoeken een andere keer. Ik hoop dat ik ga er eens werk van maken en dan nog eens laten testen, denk ik. Om eens te kijken, what's wrong with me, hè. En ik heb vandaag eigenlijk buikpijn. Maar Celine had wel buikgriep, dus dat kan ook wel zijn dat ik dat heb. Dus ik hoop het niet dat je dat hebt, want dat zou wel minder zijn. Yep. Dan zet je er nog even aan vast. We shall see, hè. Maar oké. Okay. Dat is wel goed, hè. Hmm. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk, dus zeker... Tada! Sam is de shakes aan het maken. En wij zien jullie... Denk in Italië of de dag voor Italië. Ik weet niet of we dit weekend gaan filmen. We zullen zien. Tot morgen. Tot morgen. Wie gaat het doen? Jij. Oké. Ja.